Goedemiddag, mannen. De prins wordt wakker en denkt, wat gaan we doen? Wat wordt die mooi? Het is weer carnaval, de mooiste tijd van het jaar. Dit is hem. Een oude theefort hebben we gemaakt, of hebben ze gemaakt. Er moet nog veel gebeuren. Er moet nog schaduwplekken opgekomen, er moet nog belettering moet er nog op. Jongens hebben nog hartstikke druk, er moet nog heel veel gebeuren. Ja, ik ben er blij mee. Het is alleen waar we klaar mee van balen is, ja, het is erg koud in deze schuur zoals je voelt. Ja, het droogt gewoon heel erg slecht en dat is een beetje waar we een beetje zorgen om gaan maken. Zaterdagmiddag is de jaarlijkse optocht. Dit wordt mijn eerste keer dat ik echt met de optocht meega. Dus daar kijk ik echt naar uit. Het is gewoon heel leuk om te zien dat er zoveel mensen komen kijken. Alleen het is natuurlijk dit jaar natuurlijk wel heel anders, want mensen, ja, nu staan we voorop samen met de prins. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, zeker weten. Voor mij wordt gewacht een lachende lach. Dat heel belangrijk is. We mogen niet chagrijnig op de bühne staan. Ik zal je nu al vertellen, dat zal ook niet gebeuren. Het is gewoon een pracht om carnaval te zijn. Als je ooit gevraagd wordt, zeg altijd ja. Denk niet over de gevolgen. Komt allemaal goed. Zaterdag staat deze om 12:30 staat deze op het krijt. En daar start de kinderoptocht vanaf 1:00. Dus komt allemaal naar het krijt toe. Beetje trots? Ik ben wel een beetje trots. Hè. Nou, ik kijk liever naar de prins of die. Ik weet niet of de prins een beetje trots is. Ah, ik krijg een duimpje.